Ik vertrouw de waarden en normen van de andere generatie. Correct, helemaal. Je, we denken allemaal vooral de westerse civilisatie denkt dat je uniek bent. Ik ben van een andere civilisatie. Ik weet dat ik niet uniek... Ik moet me uniek maken. Ik ben te vergelijken met de ketting. Ik ben een nieuwe schakel. En mijn schakel, door wat ik doe, door mijn leven, moet het even sterk zijn als de vorige generatie. Als het sterk genoeg is, dan kan de andere generatie hierop bouwen. Dat is de Oosterse filosofie. En de Westerse filosofie, ik maak het dubbel zo sterk. En als die dubbel sterk, dan breekt het van die. Dan ben je helemaal de klus kwijt. En dan onderbreekt die hele civilisatie. Dat gebeurt op dit moment. En men geeft de schuld aan anderen. Nee, omdat je me verwenst, is dat niet kapot gegaan. Ze zoeken niet de schuld bij zichzelf. Inderdaad, en als je de normen en waarden van de andere generatie accepteert en vertrouwt. En daarop bouwt. Je bouwt voort op dat. Ik heb hier een illustratie over dit. Ik heb het ooit geschilderd. Dit is een tweede eeuw, hè? Een schilderij, een waterverfschilderij. Je ziet een sportauto, je ziet een melkwagen onder de stal. Dit is een boerderij. Die opa heeft jarenlang melk geleverd naar de stad, want hij heeft bijland, hij heeft koeien en zo. Heeft hij dat gedaan? Hij heeft een gezin gesticht. Er komt een jonge generatie. Die jonge generatie bouwt voort op wat opa heeft gedaan. En die jonge generatie is in staat een mechanische wagen te kopen. Een sportauto nog wel. Dus is een geweldige jump. Van hier, karrevracht met ezel, naar een moderne ding. Dat is het voortbouwen van de generatie op die andere. Dit is die stelling. Toevallig dat je het ook over een auto daar heeft en ik een auto mee heb genomen. Ja, het is een symbool van de vooruitgang, van continuïteit, van de civilisatie. Inderdaad. Als je de waarden en normen... Ik was 30 jaar toen ik... Je voelt die dingen aan. Ja. En dan maak je... Maar je kan het niet verklaren waarom je dat hebt. Maar je hebt gezien... Je weet, als schrijver had ik het geschreven. En als ik muziek had gemaakt... Dan had ik muziek gemaakt over die melkwagen en die boeren en die melk. Maar ik ben visueel, dus ik heb het op die manier gezien. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.